Hallo iedereen, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag 4 mei. Zoals jullie kunnen zien ben ik bij Niels. En Niels is vanaf vandaag terugwerken. Het is echt een heel dubbel gevoel. Want natuurlijk, dat is goed, want hij was technisch werkloos. Dus dat betekent terug wat meer verdienen en werken en bezig zijn en zo. En dat onze economie terug een beetje op gang begint te komen en dat er een versoepeling is. Dus daar ben ik blij om. Maar het is ook, ja, ik weet niet, ik heb echt een dubbel gevoel omdat ik nu zo alleen ben. En oké, ik werk wel van thuis uit en ik werk ook voor Totally Too en zo op kantoor 2 à 3 dagen in de week. Deze week 2 keer op dinsdag en donderdag. Dus dan ben ik wel een hele dag op kantoor, dus dat is ook fijn. Maar toch, als ik dan thuis kom, dan is er niemand. En oké, ik kan wel momenteel hier bij Niels in trekken of zo, maar dan moeten mijn katjes verhuizen en alles. En dat vind ik wel heel zielig. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik kom dinsdagavond en donderdagavond wel naar hier. En dan blijf ik hier slapen. Dus dan zien we elkaar toch wel deze week. En dan in het weekend komt Niels terug naar mij. Waar ik al naar uitkijk. Maar het gaat toch zo wennen zijn. Want we zijn echt wel 6 weken denk ik samen geweest. Was wel fijn. Dat ging goed. En ik vond dat wel heel fijn. Het was een goede test. En we hebben de test goed doorstaan. Dus ja, klaar om samen te gaan wonen dan, hè. We zullen zien, hè. Maar ja, oké, ik heb gemonteerd deze morgen. Nog een paar e-mails en zaken in orde gemaakt dat ik moest doen. Het is, hoe laat is het nu? Bijna 12 uur, 11:30. Ik ga nu naar huis vertrekken. With all my stuff. En mijn jogging, want ik had geen andere kleren bij. Ik denk dat ik ook nog even een tussenstop aan de Floralux ga maken. We zijn er 2 weken geleden geweest en er schijnt zijn er al veel nieuwe mooie dingen. Dus ik ga nog eens kijken. Can't control myself. Heidi, ik ben ondertussen terug thuis. En zoals jullie zien heb ik wel wat damage gedaan in de Floralux. Want ik heb het idee om mijn kamer te veranderen. Yep, dus ik ga jullie eerst laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Alrighty, ik ga me even hier zetten, dat is het gemakkelijkste. Sorry voor mijn haar. I know, het trekt op niks, maar ik moet het straks wassen. Oké, als eerste heb ik kussens. Veel kussens. Ik wil dus mijn kamer een makeover geven. En ik wil dat zo in peachy kleuren doen, warme kleuren. Oh, ik heb toch mijn haar even samen doen, want oké, beter, zo blijft even wel zitten. Dus ik wil peachy kleuren, roze kleuren, warm kleuren, zo'n beetje peach desert vibes, zo Palm Springs vibes. Ja, ik kan het niet goed uitleggen, maar Pinterest het en dan snap je wel wat ik bedoel. Dus ik heb kussen, dus ik heb dit kussen. Ik heb dit kussen. Super duper cute. Ik heb nog meer kussens hier. Dit is heel simpel rond kussen. Maar dit voelt zo niet normaal. Zacht en squishy. Heel raar. Ik weet niet wat voor materiaal dit is. Maar dit voelt zo enorm goed. Oei, Muffin. Muffin is in de zaak gekropen ondertussen. Muffin. Is het leuk? Ja, oké. Okay. Dan heb ik nog meer kussens. Dit kussen met pomponnetjes. Zo roest uit roze vibes. Dit kussen. Brrr. Ziet er zo uit. Zo'n beetje aesthetic. En ja, hoe noemt dat? Geen idee. Maar alles in dit. Dan heb ik deze plaat. Hij schaal eigenlijk. Ik denk wel dat ik deze in de living ga doen. Niet in de slaapkamer. Dat is het enige, denk ik, wat ik in de living ga doen. Dan heb ik spiegels. Deze. In de slaapkamer. Deze. Ook cute. En deze.
Dat was trouwens maar 24 euro voor zo'n grote, mooie rotonspiegel. En dan heb ik nog gewoon decoratie allemaal. Als eerste deze plate met ook zo wat roestkleurtjes. Dan heb ik deze plate. Een beige, ook voor op het bed. Dan heb ik dit. Zo, hier plak ik een stickertje op. Zo'n Hamza handje. Super cute. Ik dacht voor mijn ringetjes en oorbelletjes of zo in te leggen voor ik ga slapen. Niet dat ik dat uit doe eigenlijk, maar ik ga er sowieso wel iets kunnen inleggen. Dan heb ik twee van deze bloempothoudertjes. Hier wil ik dus bloemen in gaan zetten. Die zien er zo uit, stof. Dan heb ik ook nog bloemen gekocht. Dit is een nepplant, maar ziet er zo uit. Een fotokader die ik super super cute vond met roze. En hierin ga ik dan wel een foto doen van mij en Niels, denk ik. Dan heb ik nog dit. Ik weet niet hoe zoiets noemt. Oei, ik zie trouwens dat dit is afgebroken. Damn, daar heb ik niet op gelet. Ik hoop niet dat daar mijn zak is afgebroken, want ik heb er toch goed op gelet. Ja, alleszins. Ja, het kostte wel 15 euro. Ja, misschien als ik in een week terug ga dat ik het ga meenemen. Anders, so be it. Dan heb ik een roze matje schapenvelletje. Zo heb ik er al groene, witte, bruine en nu ook roze. Dan heb ik een kaars. En die ziet er zo uit. En de kleur van de pot is ook zo'n oranje kleurtje. En dan deze kaarsenhouder. Dus meer rozig, oud-roze. En twee lichtjes die 8 uur branden. En dat is al alles wat ik heb. En nu ga ik mijn kamer dus een make-over geven hiermee.
Room makeover. Check! Ik heb hier trouwens een meditatiehoekje gecreëerd. En dan wil ik hier eventueel yoga doen. Omdat ik nu elke ochtend mijn yoga doe. Ik volg zo'n 30 dagen ding bij van, hoe noemt ze, Yoga by Cassandra, denk ik. En dan kan ik dat hier doen en daarna doe ik meditatie doen. Dan kan ik dat fijn daar doen. Kei gezellig. Dit is redelijk leeg en dat is heel vol, dus ik weet niet wat ik daar ga doen of hoe ik dat ga oplossen. Of als ik hier iets ga doen, ik weet het nog niet, daar ben ik niet over uit. Maar voorlopig ga ik het zo houden. Hopelijk vonden jullie het leuk om mijn room makeover te zien, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en ik zie jullie snel weer.